your information. Bent u ervan op de hoogte dat het wapen van Suriname uit een schild bestaat, geflankeerd door twee indianen, met daaronder een wimpel met het devies Justitia, Pietas en Fides? Deze woorden zijn Latijn en staan voor gerechtigheid, vrede en trouw. Het schild is verticaal in tweeën gedeeld. Aan de linkerkant is een zeilschip op zee afgebeeld dat de geschiedenis van Suriname symboliseert. Hierbij moet voornamelijk gedacht worden aan de slaven die met schepen vanuit Afrika naar Suriname werden vervoerd. Aan de rechterkant staat er een palmboom die het huidige vruchtbare Suriname symboliseert. In het midden bevindt zich een groene ruit met daarin een vijfpuntige ster. Deze ster symboliseert de vijf continenten waar de inwoners van Suriname vandaan zijn gekomen, te weten Afrika, Amerika, Australië, Azië en Europa. Bent u ervan op de hoogte dat de schilddragers de oorspronkelijke bewoners van het land symboliseren? Het wapen is in gebruik sinds de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975. For your information.